Hey! We zijn weer helemaal terug met een nieuwe vlog. We zijn er heel even tussenuit geweest, omdat we bezig zijn met iets grotere projecten. We gaan je daar heel snel van op de hoogte houden, maar deze week toch wel een hele nieuwe vlog. Ja, inderdaad. Ik heb me deze week vooral bezig gehouden met een aantal experimentjes. Iets of wat vurige experimentjes, zou je kunnen zeggen. Kijk maar mee. Een aantal weken geleden heb ik hier in Technopolis een proefje nagedaan dat ik op internet was tegengekomen. En ik was aangenaam verrast, want het werkte ook effectief. Dat is niet altijd het geval. Nu ben ik een tijdje geleden weer een filmpje tegengekomen. Ik heb alleen stickjes nodig. Voilà. En zo'n plankje dat ik gemaakt heb. We gaan eens kijken of het lukt. Ik heb trouwens een aantal verschillende plankjes gemaakt. En het enige dat je eigenlijk nog moet doen, zijn zo stickjes nemen. En die dan gewoon zo erin stoppen. En de andere er gewoon tegen zetten. Dan steken we dat in brand. En kijken we wat er gebeurt. Niet veel, hè? Dat gaan we misschien nog eens moeten proberen. Weer een proefje van op het internet dat effectief werkt. Nu, hoe komt het dat het werkt? Wel, die twee lucifers van boven, de kopjes, dat is puur door de hitte van de verbranding gaan die eigenlijk aan elkaar smelten, als het ware. En de schuine lucifer, die gaat langs onder en langs boven verbranden met een verschillende temperatuur. Ja. Van boven is die net iets warmer en daardoor gaat het daar sneller verbranden. Het hout gaat sneller krimpen, ja, dat brandt op natuurlijk. En er komt meer spanning langs boven te staan dan langs onder. En dan zie je ook dat die effectief de lucht ingaat. En dat doet mij denken aan een tijdje geleden. Toen heb ik ook een proefje getest met vuur. Het is een proefje dat wij gebruiken in onze on-tour-shows. Het is zo de sipfles met ethanol. Die hebben we ook al eens ooit in de vlog laten zien. Nu, ethanol, dat is een alcohol en dat heb je natuurlijk niet altijd op zak. Ik heb daarentegen wel altijd deo bij. Safety first, billeke. Alles goed. Was dat. Je zag helemaal op het einde gebeurde er plots iets helemaal onverwacht, een hele andere verbranding dan we eerder zagen. En ik vond het zo cool en zo mooi dat ik dacht, dat moeten we nog eens doen, maar dan op een betere setting met een camera er vlak op. En dat zijn we gaan proberen. Alright. Te laat. Maakt niet uit. Voilà, na lang proberen is het eindelijk gelukt om het nog eens te recreëren. Het zag er super cool uit, alleen heel spijtig natuurlijk van die mottige sticker. Nu, enkele tientallen liters later, heb ik een nieuwe fles gevonden zonder sticker. Dus gaan we dat gewoon nog eens proberen, hè. Dat was onverwacht. Ja. Dat is toch pure science dit. Voilà, zo ziet je maar, wetenschap doet lang niet altijd wat je ervan verwacht. Nu, langs de andere kant, het resultaat was onverwacht, maar het was ook wel echt super cool. Ik vond het wel echt cool. Ik vond dat is heel een tweede keer toch wel
net iets cooler. Nog beter dan de eerste? Ja. Goh, ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Ik weet niet. Welke vonden jullie het leukste? Laat iets weten. Dat zou tof zijn. Ik ben echt benieuwd. Ik heb geen idee. Ik ook wel. Ik vond ze allebei cool. In ieder geval, dat was het voor deze week. Heel fijn dat jullie weer gekeken hebben. Wij zien jullie heel graag heel snel terug. Tot de volgende! Add it up.